Wiegmar. Een man in de studio die in ieder geval dit jaar lekker begonnen is. Want hij is koud terug uit Miami. Hij heeft daar geknald op Ultra. Is druk bezig met zijn eigen label. Fonk heeft een nieuw mixalbum. Die wij met Slam supporten omdat hij zo lekker bezig is. En is hier in de studio. Daarom volgens mij een welverdiend applaus. Mag ik een applaus voor Daddy? Yes, yes. Goedenavond aan. Ja, goedenavond. Wanneer ben jij teruggekomen uit Miami? Gisteren. Gisteren? Ja. Dat vind ik dat je er fris uitziet. Zo. Ja, ik heb net 2 koffie op. Okay. Ik heb nog nooit zo'n erge jetlag gehad. En ik vlieg best wel wat op en neer. Maar dit was echt heftig, ja. Hey, jij bent nu we hebben afgelopen week het veel over Ultra gehad. In Miami Music Week. Ja. Je bent nu de eerste DJ die hier bij ons in de studio is. Dus toch even aan jou de vraag. Waarom is iedereen in Miami die ene week? Waarom is dat? Omdat we sowieso altijd een moment moeten hebben dat we allemaal bij elkaar komen. Want we zien elkaar nooit. Ja. Dus dit is gewoon het ideale moment om een beetje te partyen. En natuurlijk gewoon om zaken te doen en je nieuwe muziek te laten horen. Ja. Ja. Hoe was het? Ja, het was voor mij heel erg goed. Het was echt heel erg leuk. Ik heb natuurlijk Ultra gedaan. Ik heb bij Blaster Jacks nog een poolparty gedaan. Nou, poolparty is sowieso altijd leuk natuurlijk. We hebben nog een revealed party gehad. Dus een hoop feesten zoals je hoort. En ik heb nog nooit zoveel nieuwe muziek gehad. Dus dat was perfect. Heel vet. En wat was het hoogtepunt voor jou? Ja, toch wel Ultra. Ultra is gewoon het moment waar je echt al die nieuwe hits gaat draaien. Of tenminste, hits. Waar je al je nieuwe muziek gaat presenteren. En dat hele festival is gewoon echt zo bruut. Is dat een zenuwmomentje dan? Want het is toch een beetje, daar ga je nieuwe muziek presenteren. Daar ben je toch waarschijnlijk een beetje aan het checken van hoe reageert het publiek erop? Ja, absoluut. Het is ook wel het is best wel lastig. Want je draait een uurtje. Ja. En meestal heb je 1,5 uur, kan je een beetje verhaal vertellen. En tussendoor draaien wat onbekendere tracks. Maar dit was bijna een uur vol onbekende tracks voor die mensen. Dus voor mij was het wel een dingetje, ja. Nice, nice. En dan nu weer terug in Nederland. Volgens mij weer direct hartstikke druk. Want je bent ook bezig met je eigen label Fonk onder andere. Ja. Ja. Hoe loopt het daarmee? Want hoe druk ben je daar nu mee bezig bijvoorbeeld? Ja, dat is eigenlijk superleuk. Ik ben inderdaad label begonnen. Aan de ene kant omdat ik gewoon echt mijn eigen muziekstijl nog verder wil doordrukken. Dus wat meer groovy, lekker knallen. En daarnaast jonge talenten wil helpen. En dat deed ik eigenlijk al op de achtergrond. Jonge talent, je bent zelf toch ook nog helemaal niet zo oud? Ja, ik ben echt een oude lul, joh. Nee. Kijk, je hebt echt jonge talenten, bedoel ik echt 19, 20, okay. 21. Die net komen kijken. Ik ben al net 30 geworden. 30. Oh, dat zei hij heel beschaamd. Niet overtellen. Nee, maar ik voel, het is maar net hoe je voelt, toch? Ja, dat is zeker waar. Nee, maar dat gaat supergoed. En het is gewoon heel leuk om met die gasten bezig te zijn. En ze ook te helpen om daadwerkelijk hun muziek aan andere mensen te laten horen. Want dat is eigenlijk een beetje het ding. Ik denk dat iedereen die succesvol is, altijd een steuntje in de rug nodig heeft. En, is het nou ook zo dat je ze dan tips geeft van, joh, dat heb ik toen gedaan. Dat kun je beter niet doen als je net begint. Precies dat. Ik probeer ze inderdaad. Er zijn heel veel mensen die er bovenop duiken. En die ze contracten aanbieden, et cetera. En ik probeer ze een beetje echt in de goede banen te leiden. Wat is dan zo'n tip waarvan je zegt, nou, dat kun je beter niet doen. Dat heb ik misschien ooit gedaan. Muziek naar buiten te gooien om maar te zeggen, nou jongens, dit heb ik gemaakt, wat vind je ervan? Nee, ik vind je moet eerst helemaal 100% zeker zijn over je muziek en dan daarmee bekend worden. En dat je niet, ik heb trap gemaakt en ik heb hier een hiphop plaatje gemaakt. Maar dat mensen in één keer weten, oké, dit is de stijl waarvoor je staat, dit ga ik maken. Dat is een zakenman hoor. Zo, nou ja, zakenman. Nee, ik denk dat gewoon heel belangrijk is. Ja. Ja. Nou ja, en dan ondertussen, ik heb hem hier liggen, een mixalbum, Fonk, met onder andere Check Light the Sky. Mixalbum van jou. Ja. Lang mee bezig geweest? Best wel eigenlijk. Nou ja, ik wilde gewoon een visitekaartje voor mijn label. Het labeltje werd natuurlijk net gestart en eigenlijk weet niemand precies wat voor muziek dat erop kwam. Dus dit is het ideale moment om dat te presenteren. Dus het is echt een album wat volledig die muziekstijl heeft. En daarnaast ook waar de jonge talenten op staan. Dus muziek die mensen nog nooit eerder hebben gehoord. En natuurlijk mijn nieuwe single met Ayrto, Light the Sky. Jongens, ik ben dan wel benieuwd naar één naam waarvan jij zegt van, hey, dat is echt een naam die je in de gaten zou moeten houden. Dat vind ik nou echt een... Het zijn er eigenlijk twee. Okay. Eentje is Tom en Jane. Twee gasten uit Brabant ook. Mm-hmm. Uiteraard Brabant. Nee, nee, maakt niet uit. Die zijn echt heel erg goed bezig. Hebben voor Afrojack al remixen gedaan. Bij het label van Hartwell dingen uitgebracht. En gaan ook op Fonk releasen. En daarnaast eentje die ook op de mix CD staat. Is Tim van Wert. Gastje op de Herman Broods Academie zit. En die maakt gewoon echt gewoon freshe sound, zeg maar. Die gebruikt het, dat ik echt denk van, oké, wauw, dit is vet. Hoe spot jij die gasten dan? Is het dan, hoe kom je? Nou ja, ik heb natuurlijk inmiddels al een beetje een naam opgebouwd. Dus het is voor mij makkelijk. Ik krijg 200-300 demos per dag. En dat is eigenlijk heel leuk. Dat is eigenlijk ik heb een mooie positie. Ik zit ergens hoog op mijn troon en ik laat die demos naar me toe komen. Ik hoef eigenlijk niet meer zoveel te zoeken. Vroeger moest ik veel meer zoeken. Ging ik op SoundCloud zoeken, et cetera. En nu komt het eigenlijk naar me toe. En dus toen mijn label werd gereleased, werd ik overladen met demos. Nou, we gaan zo meteen in de set een hoop ervan horen, neem ik aan. Ja, voordat we dat gaan doen. Sorry dat je even. Ja, doe maar, mocht je inderdaad daar aspirant DJ-producer zijn, kan je altijd naar demo@funkrecordings.com je demo sturen. Het is echt de zakenman geworden. Zo, het is echt een hele goede zakenman. Nee, maar dat weet ik niet. Je hebt helemaal gelijk erin. Overigens zei je net, want ondertussen reis je nog de hele wereld over. Voordat ik setje ga draaien, zei je tegen mij: jongens, ik heb nog een verhaal.
Ja, ik heb een verhaal, zeg. Oh, ik bedoel, toeren is heel erg leuk, maar er gaat ook wel eens wat fout. En dit keer ging er echt wat fout. We hadden namelijk een show in Cancun, Spring Break. Ja. Hartstikke leuk. En we zouden 2 dagen later zo naar Palma gaan. Dus nou, ik met mijn tourmanager naar Palma. 3 uur vliegen van Cancun naar Palma. We komen daar aan. Staan op een airport, konden de driver niet vinden. Dus degene die ons oppikte, wij hem bellen. Waar ben je nou? Ja, het is een heel klein vliegveld, dus je kan ons niet missen. Hè? 2 blanke jongens in een land waar eigenlijk iedereen best wel een lekker zonnekleurtje heeft. Dus wij zeggen, nou, weet je wat? Ga even naar de hertz, naar de car rental. Ja. Dat kon je niet missen, een balietje. Heel klein balietje. Dus wij stonden daar en hij zei, ja, ik sta er ook. Maar ja, wij zagen hem nergens. Dus we dachten, oké, hier gaat iets niet goed. Toen zei hij, welke Panama sta je? Ja, Panama land. Maar we moesten dus in Panama in Florida zijn. Er blijken dus 2 Panama's te zijn. Dus we waren 6000 kilometer aan de verkeerde kant. En ik heb nog nooit in mijn leven een show gemist. Maar dat moest ik helaas cancelen. Ja, dit is echt... Oh, wat erg. Ja, nu, ik kan het moment al dat je dat dan doorkrijgt. Nee, ja, ik zal heel eerlijk zijn. Ik was echt heel erg teleurgesteld natuurlijk. Maar ja, ik kon niks meer doen. Er waren geen vluchten meer. Dus ik moest hem helaas even skippen. Ja, dit vind ik een mooi verhaal. Ja, toch? We hebben Danik live in de studio. Hij gaat zo meteen een setje draaien. Leuk is, ik heb hier een album liggen. We gaan hem weggeven. Als je eventjes tweet met hashtag bij Ichmar tijdens de set, maak je dus kans op dat album Vonk van Danik. Dus ik wil jou vragen om lekker naar DJ Koe te gaan. Bij Ichmar.